Hallo allemaal en welkom terug. Goedemiddag. Mijn naam is Vidioot. En zoals dit kanaal duidelijk laat zien, ik ben een fantastische fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wereld. Moet je nou kijken, weet je wel? Moet je nou kijken, lieve mensen, als je dit vergelijkt met onze voormalige burgemeester, dan is dit een heel stuk beter. Ik vind haar een geweldig mens. Het feit dat ze er fantastisch goed uitziet, dat is mooi meegenomen, denk ik. Ik vind dit persoonlijk de leukste foto. Moet je nou kijken. Dit is vintage. Femke. Super Femke. Ik ben vandaag een beetje aan het experimenteren met hele leuke software. Die software die heet Screencastify. Daar moet je wel iets voor betalen. Maar wat je daarmee kunt doen is basically screen recordings doen. En die rechtstreeks uploaden naar YouTube. Dan ben je er nog niet helemaal. Dan moet je nog wat andere dingen doen. En ik zat te denken, wat voor video's gaan we nou eens doen? Want ik heb wel meer gekke dingen met video gedaan. Maar ik dacht, nou, we gaan een beetje iets doen met films. We gaan een beetje iets doen met films. En gewoon eens kijken wat er gebeurt. Ik vind dit ook een leuke foto. En er zit deze bij, hier. Deze is een leuke foto. Ik begrijp er niets meer van. Wij ook niet, mevrouw de burgemeester. Wij begrijpen er ook niet. Zijn jullie allemaal gek? Hier zit ze in de gemeenteraad. Met een hele mooie zaal trouwens. Maar goed. Burgemeester Halsema is min of meer mijn leeftijd. En zij komt min of meer uit dezelfde soort gezin als ik. Dat heet tegenwoordig een extreem PvdA-gezin. Dat betekent gewoon dat alle twee ouders heel erg links zijn en actief waren in de partij. Werkten voor de overheid en dat soort dingen. Vroeger heette het een PvdA-gezin. Tegenwoordig heet het een extreem PvdA-gezin. Dit wordt een movie review en ik ga u waarschuwen, spoilers, van de film I See You. Er was een hele hoop hype en fantastische pers rondom deze film. Ik heb de film niet in de bioscoop gezien, maar de film is dan recent uitgekomen in een goede kopie. Hier, dit is de filmposter. En het is wel leuk, want deze mevrouw zit erin. Mevrouw Helen Hunt. Ze is wel oud geworden, hè? Zij zat vroeger in dat tv-programma waar ze dat getrouwde cel speelde met die documentairemaker in New York. Hoe heet hij ook alweer? Dit is ook een filmposter. I See You. Waar gaat de film over? Nou, ik nodig u uit om de trailer te bekijken, want dat hebben ze heel knap gedaan. Wat gebeurt er allemaal? Nou, wat er gebeurt is, er is een klein Amerikaans dorpje, een coastal town, een dorpje aan de kust, een klein Amerikaanse stad. En daar zijn twee kinderen al verdwenen, recent, langer geleden. Zijn er meer kinderen verdwenen en waarschijnlijk vermoord? Ja, vermoord, ja, sorry dat ik het goed zeg. Ja, die zijn vermoord. En daar zit een seriemoordenaar al jarenlang voor in de gevangenis. En dan verdwijnen er weer twee kinderen. Dat maken wij allemaal niet mee. Dat wordt alleen besproken in de film. Dus dat speelt op de achtergrond. En dan verdwijnt er een nieuw kind, een derde nieuw kind, wat verdwijnt in het niets. En wij volgen de detective die de zaak moet gaan onderzoeken. En die detective die is getrouwd met deze mevrouw, met Helen Hunt.
En Helen Hunt, zij speelt een dokter. En zij hebben samen een zoon. Een jong joch. Ik ga hem schatten op, weet ik niet, 15, 16. En het is niet een happy family. Dat is het niet. Ze is oud geworden. Maar ja, hoe oud zal Helen Hunt zijn? Willen we dat weten? Hoe, leeftijd maakt niet uit, maar... Heel even. Helen Hunt. Helen Hunt. 1963. Dus dan is zij... Bijna 60. Staat er hier ook netjes bij. Maar zo te zien heeft ze iets laten doen aan haar gezicht. Met name aan haar mond. Zie je dat? Dat hier. Dat is... Weet ik niet. Botox? Operatie? Ach, doet er niet toe. Oh, ze heeft ook een ongeluk gehad, zie ik hier. De SUV is omgevallen. Doet er even niet toe. Zij is een arts. Gewoon een huisarts. En zij is ooit, of recent, vreemd gegaan. Dus die detective waarmee ze getrouwd is, ja, is heel boos. Die slaapt niet meer bij haar in de slaapkamer. Die is op de bank gaan slapen. En die krijgt dan deze zaak. Van dat nieuwe verdwenen kind. Hij moet gaan uitvinden waar dat kind is. En op het moment dat hij deze zaak krijgt, vanaf het moment dat hij deze zaak krijgt, beginnen er allerlei hele vreemde dingen te gebeuren in hun huis. Ze hebben een prachtig mooi groot huis, heel Amerikaans. De vader van Helen Hunt, dus de vader van deze dokter, een vermogende meneer, en die heeft zijn dochter dat huis nagelaten. En ja, haar partner, die echtgenoot, ja, god, is een detective. Als detective verdien je natuurlijk geen goudgeld. En in dat prachtige huis gebeuren er ineens de meest vreemde dingen. Deuren gaan plotseling op slot. Het bestek verdwijnt uit de bestekla. Vreemde geluiden. Boven en onder en in de garage. Je krijgt heel sterk het idee dat het een soort supernatural thriller is. Alsof er een soort geest in hun huis is. En de eerste helft van de film ga je daar heel erg in mee. Nogmaals, ik spoil de film. Dus als je de film nog wilt zien, je wil geen spoilers, nu afhaken. En je gaat er heel erg in mee. Oh jee, de bestekla is leeg. Oh jee, dit gebeurt. Oh jee, dat gebeurt. Ik zat een beetje te denken aan een soort poltergeist-achtige constructie. Een soort poltergeist-achtige film. En dan gebeurt er iets heel raars. Namelijk, als die film zo'n 3 kwartier bezig is, dan zien we ineens 2 kinderen. Twee tieners. En die komen op dat huis. We gaan terug in de tijd. Dus het moordonderzoek is op bezig. En dan zien we ineens 2 tieners. En we zien de detective uit de parkeergarage. Uit de garage. Van zijn huis komen. En terwijl die deur van die garage langzaam dicht gaat, glippen die 2 tieners zijn huis in. Maar die 2 tieners die zijn als het ware aan het crashen in dat gigantische huis. Zij zijn aan het kloten met het bestek. Zij zijn deuren op slot aan het doen. En die 10ers die zijn daar ook video van aan het maken. Dus van, ja, we pikken altijd een huis met een grote garage. We pikken altijd een huis met een berging en een kelder, et cetera. En zij zijn daar een beetje dat gezin aan het sarren. Was een hele mooie scène aan het begin van de film. Zij, de dokter, Helen Hunt, zij is een van haar favoriete koffiemokken kwijt. Een koffiemok met zonnebloemen erop. En ze vraagt dan de zoon, waar is mijn koffiemok? Hij weet het niet. En die vader, die detective, die vindt die koffiemok dan op een soort afdakje naast een slaapkamer. En daar vindt hij 2 sigarettenpeuken in. En hij denkt, oh shit, mijn zoon is aan het roken. Weet je wel. Maar we hebben dus
twee tieners die in dat huis aan het schuilen zijn, die in dat huis aan het crashen zijn, die mind games aan het spelen zijn met de bewoners. Nou, wat gebeurt er? De lover of de ex-lover, de ex-minnaar waar Helen Hunt, de dokter, mee vreemd is gegaan, die komt op een gegeven moment naar het huis en die begint tegen haar te tetteren van dump je echtgenoot, ga met mij verder, dump je echtgenoot. En dan gooit iemand, die koffiemok, weet je, met die bloemen, met die zonnebloemen erop, die valt van het dak op het hoofd van haar minnaar. En zijn hoofd is aan het bloeden. En zij is dokter, dus zij zegt, oh god, dat heb ik weer, prima, blijf maar hier. Nee, je hebt geen ambulance nodig, hier heb je een doekje, hou het erop. Ik kom zo bij je. En dan loopt ze weg. En ze komt terug en ze gaat de garage in. En dan is die minnaar van haar ineens hartstikke dood. En zij raakt helemaal in paniek natuurlijk. Dus ze belt haar partner. Ze belt die detective. En ze zegt, help! En paniek! En hij zegt van, what the fuck is hier gebeurd? Wat heb je uitgesproken? Wat was je met hem aan het doen? En zij zegt, we waren alleen aan het praten. Ik was hem aan het uitleggen dat het voorbij was. Hij was aan het bloeden, maar niet zo erg als dit. En die detective die besluit dan om samen met Helen Hunt, dat is deze mevrouw, die wel wat ouder geworden is. Anyway, die besluit dan om dat lijk van die lover te gaan begraven. En wat ze samen dan denken, is dat die zoon van hun dat gedaan heeft. Die zoon die was stiekem op dat dak aan het roken. Ja, daar stond die koffiemok met die zonnebloemen, met die sigaretten erin. Hij heeft hem van het dak gegooid, et cetera, et cetera. En die detective denkt, oh shit, mijn kind gaat levenslang in de gevangenis in. Dus ze begraven samen dat lijk. En dat doen ze samen, dan komen ze thuis. En dan ligt hun zoon vastgebonden in de badkuip. En bij die badkuip wordt een zakmes gevonden. Hetzelfde soort zakmes wat gevonden werd toen dat andere kind zoek raakte. Verdween. Dus hij zegt tegen zijn vrouw en tegen zijn zoon, snel, ga naar het ziekenhuis. Ik ga uitzoeken wat er aan de hand is. Dan gaan we weer terug in de tijd. Dan zien we weer die twee tieners die in dat huis rondhangen. En die zijn daar aan het joemelen en kloten in de garage en stiekem drank aan het pakken en dit en dat. En dan zien we daar die minnaar zitten van Helen Hunt. Met die handdoek op zijn hoofd die een beetje aan het bloeden is. En aan het wachten is op Helen Hunt. En dan komt de echtgenoot van Helen Hunt binnen, die detective, met een knuppel. En die slaat hem dood. Nu weten we hoe die is overleden. Dat kwam helemaal niet door dat joch wat iets van het dak afgooide. Dat kwam niet door Helen Hunt, die niet genoeg voor hem zorgde. Nee, die detective deed het. En vanaf dat moment wordt de film heel anders. We wisten al dat die tieners daar in het huis hangen. Maar nu weten we dat die detective helemaal niet lekker aan het functioneren is. En dan gaan we richting de ontknoping van deze film. En wat blijkt, die detective is echt gek geworden. Presumably omdat zijn vrouw vreemd ging of zal nog andere problemen gehad hebben. Maar hij is de seriemoordenaar. Hij is de gek die kinderen aan het kidnappen en vermoorden is. En hij pakt dan op een gegeven moment zijn auto. En hij rijdt dan met zijn auto, ja, ergens in the middle of the woods naar een soort caravan. En in die caravan zit inderdaad, en dan loopt hij een beetje rond. En achterin zijn auto zit een van die tieners. Een van die tieners die zich verschanst hebben in zijn huis. Die daar een beetje mindgames in dat huis aan het spelen zijn. Met die bewoners, die squatters die je niet kunt zien, zeg maar. En dat, het is een jongen en een meisje, die twee tieners. En dat meisje zit achterin de auto. Die ziet die caravan, die gaat kijken bij die caravan. En die komt er daarachter dat hij de seriemoordenaar is. Hij overmeestert dan meteen die tiener, sleept haar weer mee terug naar zijn huis. En daar zet hij de moord in scène.
deze tieners zijn ingeslopen in mijn huis. Hij begrijpt het nu allemaal. Hij vermoordt snel dat meisje. En gaat dan op zoek naar de tweede. Die jongen die ook in zijn huis zit opgesloten. Terwijl zijn vrouw en zijn zoon naar het ziekenhuis zijn. Hij geraakt dan vervolgens in een grote vechtpartij. Met die andere tiener die in zijn huis aan het squatten is. En weet die tiener eerst een beetje te overmeesteren. Maar het gaat uiteindelijk helemaal mis. En die tiener die schiet die detective overhoop. Het is, ik vond het een absoluut fantastische film. Misschien dat mijn uitleg van de film wat verwarrend is. Maar de film heeft ook iets heel verwarrend, omdat je als kijker de hele tijd op het verkeerde been wordt gezet. Eerst denk je, vermist kind. Dan denk je, het is een poltergeist-achtige film. Dan denk je, het gaat over vreemd gaan. En dan krijg je ineens die twee tieners die insluipen. En dan krijg je ineens die moord op die minnaar. En dan blijkt hij ineens de moordenaar te zijn. Het is echt heel, heel, heel bijzonder. Heel knap gedaan. Ik vond het een fantastisch leuke film. Echt waar, ik heb echt genoten van begin tot eind. En je moet je laten meeslepen door deze film. Mijn spoiler review zal dan ook heel veel mensen heel boos maken. Want ja, de lol is er nu vanaf. Nou, het is heel knap gedaan. Een film die gaat van vermist kind naar relatieproblemen naar zit er een geest in hun huis? Naar wat is er mis in dat huwelijk? En waarom hebben ze zoveel ruzie met elkaar? En wat doet die ex-lover van haar daar? Heeft die er iets mee te maken? Dan die twee tieners. Die een beetje vervelend en irritant in het huis aan het doen zijn. En inderdaad de keukenla leeghalen. En allerlei andere flauwe grappen met dat gezin uithalen. En dan dus uiteindelijk blijkt die detective een seriemoordenaar te zijn. Die uiteindelijk vermoord wordt. Door de insluiper in zijn huis. Ik vond hem fantastisch goed. Ik zou zeggen, kijk de trailer. De trailer geeft je het idee dat het een poltergeist-achtige film is. Trap er niet in. Trap er niet in. Want de film gaat in werkelijkheid over heel veel meer. Het is waanzinnig knap gedaan. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Helen Hunt er aan meewerkte. Dit is niet zomaar een actrice. Maar Helen Hunt heeft een Oscar gewonnen. Fantastisch goede actrice. Vreselijk mooie vrouw om te zien. En zo'n grote naam die meedoet in zo'n low-budget thriller slash suspense film. Ja, dat begreep ik al niet zo goed. Maar na het zien van de film begrijp ik dat wel. Het is echt anders en het is echt apart. Ik raad deze film aan voor iedereen. Dit kun je ook kijken met kinderen. Er zit helemaal niet zoveel, er zit niet bloed in en dit en dat. De thema's waar het over gaat zijn wel eng, maar je ziet niet allemaal gorigheid en bloed en andere ene dingen. De muziek is geweldig, de dialogen zijn geweldig. Helen Hunt is geweldig, ze speelt heel anders dan ik er in andere rollen heb gezien. Ze is echt een goede actrice. Die twee tieners in dat huis zijn hartstikke leuk. En een beetje zo'n internet goofballs die niet goed begrijpen waar ze in terecht gekomen zijn. De zoon van Helen Hunt en haar detective husband is heel erg leuk, gewoon boos. Waarom ben je vreemd gegaan? Hoe kun je dat papa aandoen? En meer van dat soort onzin. Echt waar, een van de betere films die ik de afgelopen jaren gezien heb. Echt anders, echt apart. Nou, daar gaan we. Nou, wat advies voor. Ja, u begrijpt het niet. Waar zijn we mee bezig? Ja, weet ik ook niet. Burgemeester Halsema, mevrouw de burgemeester. Als u na zo'n hele dag vergaderen daarbij die gemeenteraad s'avonds thuis komt naar die vervelende tieners van u en die wazige echtgenoot van u, dan zou ik deze film aanraden. Ik zou zeggen, ga er eens lekker voor zitten en ga eens lekker een beetje griezelen met I See You. Ik denk dat dat een fantastische manier van ontspannen is, zeker met zo'n zware baan als u heeft. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd. Op naar de volgende video.